In mei 1945 gaf Nazi-Duitsland zich over en hadden de geallieerden gewonnen. Dit waren Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie. De laatste drie hadden in februari dat jaar al afgesproken dat Duitsland in vier bezettingszones zou worden verdeeld, waar de vier geallieerde landen de leiding over zouden hebben. In 1946 werden de Engelse en Amerikaanse zones samengevoegd en in 1949 kwam de Franse zone er ook bij. Deze drie samengevoegde zones kregen de naam Bundesrepublik Deutschland, de BRD, of West-Duitsland. De zone van de Sovjet-Unie heette vanaf 1949 Deutsche Demokratische Republiek, de DDR, of Oost-Duitsland. Ook de hoofdstad Berlijn, die lag in de bezettingszone van de Sovjet-Unie, werd in vier sectoren opgedeeld. Op 20 juni 1948 werd in West-Duitsland een nieuwe munt ingevoerd, de D-mark. De Sovjet-Unie was hier woest over, omdat er was afgesproken dat de geallieerden gezamenlijk besluiten zouden nemen. Op 24 juni 1948 liet Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, alle auto-, spoor- en waterwegen die leidden naar West-Berlijn blokkeren. Stalin wist dat er voor ongeveer 6 weken aan brandstof en voedsel aanwezig was in West-Berlijn. Door de blokkade kon er niets meer inkomen en hoopte hij dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS West-Berlijn dan maar aan de Sovjet-Unie zouden geven. Vanaf 26 juni 1948, 2 dagen later, zorgden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dat West-Berlijn door de lucht werd bevoorraad. Vliegtuigen vlogen vanuit West-Duitsland met levensmiddelen, brandstof en bouwmateriaal naar West-Berlijn. Er woonden meer dan 2 miljoen mensen in West-Berlijn. Er waren dus heel veel vluchten nodig en er was druk op de 3 vliegvelden in West-Berlijn. Er werden daarom goede afspraken gemaakt, waardoor er in West-Berlijn uiteindelijk iedere 3 minuten een vliegtuig kon landen. Deze luchtbrug duurde tot 12 mei 1949, bijna een jaar dus. Stalin zag in dat het Westen West-Berlijn niet wilde opgeven en hief de blokkade op. Stalin stierf in 1953. Hij werd opgevolgd door Nikita Chruschtjov. Zijn naam is lastig, maar het was nog lastiger om van het oosten naar West-Europa te gaan door het IJzeren Gordijn. Maar er was een manier om toch naar het westen te komen. En dat was via West-Berlijn. West-Berlijn was welvarender en de lonen waren hoger door het geld dat ze kregen van westerse bondgenoten, zoals de Verenigde Staten. Tussen 1949 en 1961 verlieten meer dan 2,5 miljoen mensen het oosten via West-Berlijn naar West-Europa. Hieronder waren veel arbeiders en hoogopgeleide mensen zoals doktoren, tandartsen en ingenieurs en andere personen die nodig waren in het oosten. In de nacht van 12 naar 13 augustus 1961 waren grenswachters en arbeiders uit Oost-Berlijn bezig hun stadsgedeelte met prikkeldraad af te sluiten van West-Berlijn. Dit was door Chruschtjov goedgekeurd om DDR-inwoners niet meer te laten overlopen. 3 dagen later werd begonnen met de betonnen muur. Nog steeds was het mogelijk om te ontsnappen, omdat sommige huizen precies op de grens stonden en je door de ramen heen naar het westen kon ontsnappen. Al snel werden zulke ramen en deuren dichtgemetseld. Mensen die probeerden te ontsnappen zouden worden neergeschoten. De muur was in totaal meer dan 45 kilometer lang en was meer dan 3,5 meter hoog. De muur heeft de stad 28 jaar gescheiden. Op 9 november 1989 werd tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat de grens tussen Oost- en West-Berlijn open zou gaan voor de Oost-Berlijners. Een paar uur later was het bomvol voor de grensposten en gingen de grenzen open voor iedereen. De muur werd niet meer bewaakt en men kon nu van de ene naar de andere kant zonder te hoeven vrezen voor hun leven. 1 jaar later was Duitsland weer 1 land en de meest Oost-Europese landen zetten de communistische regeringen af. En onthoud, de val van de Berlijnse muur is niet hetzelfde als een val van de Berlijnse muur. Gefeliciteerd, je hebt het einde van het filmpje gehaald. Nu je hier toch bent, kun je net zo goed abonneren.